eerste vluchtelingen die hier nu worden gehuisvest, die komen uit Kharkov. Dit is een soort gemeentewerf met een voetbalveld erbij. En het veld wordt dus gewoon ingericht om, om diverse vluchtelingen dadelijk te kunnen gaan opvangen. Nu nog een leegte en waarschijnlijk uiteindelijk een drukte van belang zonder kachel. Niet echt de camping waarop je staan wil. We zijn net bij dit kamp geweest. We hebben net ook daar van alles gezien. Hoe hebben jullie dat nu ervaren? Ja, dat kamp als heel raar eigenlijk. Omdat het opgezet wordt en leeg is. En in het begin ook aan deze kant heel veel vluchtelingen verwacht werden. Terwijl we weten dat juist in Polen en aan de Roemeense grens met Moldavië, dat daar het echt een gekkenhuis is. Dus ik vond dit een vreemde gewaarwording. Zeker deze mensen hier in het kamp van Kharkov, dat je denkt wat een reis hebben die nu moeten afleggen. Ja. Ik bedoel, we zitten nu op dit moment best wel in het westen. Ja. Hi. Dat is echt lang. Dorcas. Yes, Dorcas. Yes, refugees, they were still here. Yeah. Vind je dat nou niet gaaf? Dan worden wij aangesproken omdat ze Dorcas kennen, omdat ze eten hebben voor... Omdat iedereen al gehoord heeft dat hier een groep van 100 man zit. Dat vind ik wel dat tof. Dat vind ik eigenlijk mooi. En wat sowieso al die vrijwilligers. Dat je denkt, hoe dan? Waar dan? Overal komen ze vandaan en iedereen is super vriendelijk hier. Ja, moet ik wel zeggen, het is nu best wel heel mooi weer. Dan sta je hier met een best wel positief gevoel. Omdat mensen warm worden opgevangen en krijgen hier wat ze nodig hebben. Maar een paar dagen geleden, en je voelt hoe koud het is. Dus als het hier regent of sneeuwt, dan is het natuurlijk... En mensen komen lopen de grens over hier. Je zit hier in het uiterste westen en Kharkov is in het uiterste oosten. Dat is een afstand van meer dan 2000 kilometer.